Hallo, oh, Serpentjes. Ik ben Rick van Surber Gameplay. En welkom bij een nieuwe aflevering van Fanmail met mij. Beter bekend als Riks kijkers, sturen hem allemaal shit die hij niet heeft verdiend. Met vandaag. een ligadoos. En dan denk je: hé hey Rick, is het zomaar een ligadoos? Nou, ik heb zomaar het gevoel van. niet. Ik heb namelijk al een soort van contact gehad met iemand die zei. Ik ga je wat sturen in een liga-doos. En als je dan een liga-doos krijg... Oei, oei, oei. In de liga-doos zit... Een uh, Mickey Mouse sok met daarin iets hards. En een brief waarop staat voor ik. Wat wil je eerst zien? Oké, okay, we beginnen wel met de Mickey Mouse sok die ik meteen aan kan doen hierna. Super tof. Stel, je wilt trouwens zelf ook wat sturen. Stuur even een e-mailtje naar serpentgameplayside.hotmail.com met... Hey Rick, mag ik fanmail sturen? Krijg je mijn adres en dan kun je daar shit heen sturen. Het hoeft niet per se een Mickey mouse sok te zijn. Je kan ook gewoon een doos kak sturen. Is al een keer gebeurd en dan kan er nog steeds soort van om lachen. Daarna zijn er nog zo'n drie dozen kak gestuurd: die heel erg naar kak roken. En meteen weggegooid, want anders moet ik weer een week op mijn kamer staan voordat ik een fanmail opneem. Super ongemakkelijk, al die kak op je kamer. Oké okay dan, weet je wat erin zit? Dit is een uh, Nintendo 3DS. <laughs> ik snap nog steeds niet waarom deze persoon dit doet, maar ik ben wel heel, heel, heel dankbaar. En ik druk hem nu aan en hopelijk gaat hij aan. Eh, eh? Voor mij gaat hij aan. Ja. Dit is hoe 3 dsen vaak aangaan. Het is een werkende Nintendo 3DS. Ik vind het helemaal niet dat je dit verdiend hebt. Maar iemand zei: Erik, hey ik heb een 3DS, doe er niks mee. Wil jij hem? Toen dacht ik zo van: ja, kan wel. Ik heb zelf al een 2DS gehad. Die ligt hier achter mij, die is stuk gegaan. En ik heb eigenlijk een 3DS nodig, want er is in Duitsland een bedrijf. En die stuur je een 3DS op, dan bouwen ze hem om. Het kost dan 200 euro en dan kun je hem aansluiten op je computer. En dan 3DS gameplay opnemen. En je kan bij ze voor 500 euro een omgebouwde 3DS kopen. Of je stuurt ze een 3DS en dan is het voor mij zo'n 200 euro voor de operatie. Ik heb nu een 3DS. Dat trucje kan je namelijk niet doen met een 2DS, want Duitsers. Super tof in ieder geval, want ik had dus een kapotte 2DS. Dus ik heb een heleboel 3DS games liggen die ja, ik niet kan spelen, want mijn, de, de, mijn 2DS is kapot. Super dankbaar. Oprecht, ik weet niet wat je ermee hebt gedaan, maar ik heb mijn mond erop gezet. Er zit ook een brief bij. En een lader. Die zijn in principe best handig als je vaker dan één keer op je 3DS wilt spelen. Dus even kijken wat erop staat. Het is in ieder geval voor mij. Niet per ongeluk naar een andere YouTuber. Niet dat deze 3DS eigenlijk voor iemand anders is. Dat zou heel ongemakkelijk zijn. Oké okay dan. Laten we eens even kijken wat er in deze brief staat: Hey Rick. Ik ben Zora. Ja, dat ene meisje dat jou een 3DS ging opsturen in een Liga Milk Break doos. Hey, die chick. Niet gesponsord. Dit kostte mijn moeder wel 2 euro. Gelukkig ben ik verslaafd aan die dingen. Dus ik had nog wel een doos of 20 liggen. Ik eet ze zelfs nu terwijl ik schrijf. Dat klinkt best wel als een serieus lichaamilkbreak probleem. Hoeveel zitten er in een doos? Volgens mij zijn het er uh, 6. En dan keer 2 per verpakking: 12 lichaamilkbreaks. Dat is uh, een goede hoeveelheid lichaamilkbreaks. Ik maak me zorgen om je gezondheid. Gewoon dat je het even weet. Ik hoop dat de postbode hem niet gejat slash gesloopt heeft. Alle postbodes maken lichaam milkbreak dozen open, dat is een bekend dingetje. Dat zou best kut zijn. En natuurlijk hoop ik dat je hem kan laten ombouwen, zodat je hem mee kan opnemen. Voor de kijkers die nu denken dat ik gek ben, of dat, dat het afgezet, opgezet en fake is, dan moet ik je deels teleurstellen. Ja, ik ben gek, maar dat heeft niet te maken met de 3DS geven. En nee, dit is niet fake. Rick, maak er maar een clickbait titel van. Grijp je kans. Zal ik doen. Ik ben gewoon een kind dat niks meer met haar 3DS deed en zag dat Rick twijfelde om er een te kopen. Ik weet dat ik hem had kunnen verkopen, maar ik vind het leuker om Rick te sponsoren. Alsjeblieft, smiley face. Aww. Sommige mensen zijn gewoon te lief. Dit is gewoon een probleem. Ik voel me altijd een beetje ongemakkelijk met dit soort dingen. Ja, super chill dat ik het krijg, dan hoef ik hem niet te kopen. Maar je had hem ook kunnen verkopen en dan had je geld. Ik snap nooit echt dat mensen mij zo'n interessante, toffe meneer vinden dat ze dat opsturen. Ik heb nog steeds het gevoel dat mijn moeder erachter zit. Dat mijn moeder gewoon mijn zakgeld, dat ik niet meer krijg, gewoon vertaald in mijn neppe fanmail sturen. Ken je dat probleem? Ik wel. Je zou kunnen gaan slijmen met ik ben, ik ben Ik zou gaan kunnen gaan slijmen met tekstals. Ik ben je grootste fan of ik was een van je eerste abonnees. Maar dan zou ik waarschijnlijk liegen. Ik houd het maar bij, je bent, je bent de enige waar ik sinds groep 6 niet op gede-abonneerd ben. Ik neem het als een compliment. Nu ga ik bijna naar de derde klas. Dat dus het is iets. Be proud. Even kijken. Ik... Vijf jaar. Bestaat Serpent Gameplay vijf jaar? Voor mij wel. Net aan vijf jaar. Oké, okay, ik accepteer het compliment. Uh, be proud. Veel plezier met de 3DS. En de groeten aan Dex en Hendrik. Lata. Kus Zora. BS, uh, yes, de Mickey Mouse sok is schoon. Uh, maat 3G.42. Geef maar aan Anna of zoiets. Ik zal mijn vriendin blij maken met één enkele Mickey Mouse sok met een copyright Disney logo erop. Zal ze vast heel, heel, heel blij mee zijn. Niet zo blij als ik met de 3DS, maar gewoon wel, ja, wel gewoon tevreden. Verder heb ik nog meer fan mail. Waarschijnlijk geen 3DS, maar wel een gigantische doos. Tadaa! Ik heb hem al even opengemaakt, want dat ding zit helemaal ondergetaped. De maker had heel grappig een slot op de voorkant gezet. Ha, ha! Dat is best grappig eigenlijk. Oké, okay, dan. Ta-da-da-da! -da -da. En als je de doos openmaakt, zie je meteen dat er een soort van supergeheime uh, dubbele bodem in zit. Want ja, het valt niet op als je de doos opent en hij ziet er gewoon zo uit. Daarop zit een brief. Die zal ik waarschijnlijk eerst voor moeten lezen. En dan kunnen we hem zo openklappen. En dan zit er in de doos een kleinere doos. Daar komen we zo meteen bij. Ik ga eerst even deze brief lezen waar Serpent Gameplay op staat. Uh, dat ben ik dan, zeg maar. Schijnt. Volgens mij is dit een harsstrip. Nou, ben ik. Niet een harsstrip. Een harsstrip. Waarmee je jezelf kan harsen. Lichaamsbeharing. Uh, ja, dankjewel. Altijd al gewild. Toevallig. Uh, voor de rest, meteen een brief met een penis erop. Ik ben zo dankbaar. Ik ben zo dankbaar. Oké okay, dan. Hallo Rick, ik ben compleet vergeten wat er in de brief in deze doos stond. Behalve dat ik erin had geschreven dat er fanart in de doos zat. Maar die is nog niet af, dus zit hij er niet in of. Behalve dat ik erin had geschreven. Uh, verder heb ik veel moeite gestopt in het versieren van de doos, dus maak hem alsjeblieft voorzichtig open door de witte lijnen heen te snijden. Uh, als je de print op deze envelop of hoe je het ook schrijft leuk vindt, kan ik hem naar je mailen in kleur. Oké, okay, ik hou mijn kop. Maak hem maar open, de rest staat in, in de andere brief. Dus haakjes, niet hard oplezen. Uh, en dat is dan zijn e-mail voor als je uh, wilt e-mailen. Hartstikke fijn. Ik ben benieuwd wat er in deze doos vol met troep zit. Waarschijnlijk heel veel troep. Een kleine overview: uh, heel veel stickers van heel veel random merken. Maar er zitten ook wat hartjes op hier en daar. Nou, daar ga ik mijn hele computer mee onder plakken. Zo ben ik dan ook alweer. Uh, ik denk nog een brief. Zou zo maar kunnen. Uh, een heleboel zuurstokken. stokken. Uh, er wel tegen een plastic aan. Ik weet niet of ik dit soort dingen nog in mijn back stop. Zijn maar als mensen snoep sturen in de verpakking? Sowieso in mijn back, maar dit soort snoep. Toen was het een beetje van, ja, ga ik dood? Is het nog lekker? Heb je er overheen gepist? Toch wel een beetje van die dingen die spelen in mijn leven. Eens even kijken. Wat hebben we voor moois hier? Ik heb ook echt geen ruimte voor deze doos. Uh, ik heb hier een uh, fantastische Dove plus Care. Waarop staat: Hey Rick, je stinkt naar geitenanus. Je kunt dit dus wel gebruiken. Ruik. Ah, oh, gat. Voor mij heeft hij de curry in gedaan. En het zit op mijn neus. I just got pranked. Voor mij zit de curry in, of niet? Voor mij zit geen. Ja, het is curry. Het is geen Dove plus Care. Gadverdamme. Thanks, man. Echt, ik voel me echt goed geprankt. Ruik maar. Oké. Oké, mijn leven. We grabbelen lekker verder. Ik heb hier bijvoorbeeld: Dildo met kaarsvetvulling. Super bedankt. Het is een uh, buis die je open kan draaien. En daarin zitten uh, kaarsvet en iets van twee chip-dingen, computergerelateerd. Dit zijn nou van die typische dingen die ik, ja, echt uh, jarenlang bewaar in mijn prullenbak. Top. We gaan lekker verder. Uh, wat hebben we hier voor moois? Een Vichy uh... e Ik heb geen idee wat hierin zit, maar ik ga er niet aan ruiken. Dit is letterlijk prikwater. Kijk maar bij de ingrediënten. Probeer het alleen niet te drinken, want ik heb het al geprobeerd en ik krijg keelpijn. Je kan deze fles alsnog als deeldoel gebruiken. Aan jou de eer. Thanks man. Dus prikwater. Volgens mij is dit geen... Prikwater. Voor mij zit het een of andere wc gel troep. Maar hey, als jij het wilt drinken, doe dat lekker. <laughs> als ik het maar niet hoef te doen. Uh, we grabbelen even verder. Ik heb hier een soort klein doosje alsof je met me wilt trouwen. Dat staat op een rig. En daarin zit. Wat fuck is dit nou weer dan? Nog een briefje erin. Hartstikke mooi. Dit is een hologram ding. Zet dit op een telefoonscherm en speel een hologram video af. Oh, dat is best cool. Hij is wel super mega smerig. En je hebt een rik opgeschreven. Ik betwijfel of dit ding ooit nog een hologram zal kunnen afspelen. Maar het idee is best cool. Oh, ik liet het vallen en het is kapot. Oké okay dan! Nou, dat was een geslaagd hologram gerelateerd cadeau. Laten we verder gaan. Ik kan gewoon de hele video vullen met grabbelen door deze troep heen. Ik grabbel gewoon even 10 dingen tegelijk. We hebben hier bijvoorbeeld een, een goeiemorgen drinkontbijt. Deze dingen drink ik ook wel eens. Uh, super bedankt daarvoor. Uh, dit is denk ik een vuurwerkje. Party popper. Warning. Keep away from ice. Do not dismantle. Ik kan eraan trekken. Alleen dan zit mijn hele kamer onder de party popper troep. Nou, Verwachten mensen zelf van wat dat ik het doe. Ah, we filmen mee. <laughs> mijn kamer is nog soort van intact. Ik heb het achter computer zo baan op de grond geschoten. Daar komt toch nooit iemand. Dan had ik wel een hele lichte geur van buskruid in mijn kamer. Super gezellig. Hier is een TikTok tac doosje met uh, tandenstokers, die waarschijnlijk in je bek zijn geweest. Een gum met meerdere apen erop. Super racistisch. Um... Eh. Ik heb hier. De doos van een Nokia Lumia 920. 920, een Nokia Lumia. Daarin zit een... Uh, eye Rape. <laughs> uh, designed and created in California. Dat is een toppie. Uh, drie blokjes kipbouillon. Hoe verzinnen mensen dit soort shit? Echt waar. Oh, ik stuur een kipbouillon. Daar kun je ook gewoon soep van maken, pik. Oké, okay, we gaan even het doosje verder investigeren. Uh, voor mij zit het verder gewoon redelijk leeg. En zitten alle boekjes erbij van jouw Nokia Lumia die jij hebt, blijkbaar. Misschien kijk je deze video op je Nokia Lumia. Sorry dan, in dat geval. Uh, ik stop alles weer terug in het doosje. Schil weer met opruimen. Uh, verder vind ik de volgende prachtige dingen. Uh, geen idee wat dit moet voorstellen. Oh, het is een parachute met een uh, legermannetje erbij. Zou het werken? Soort van, soort van. Wacht, 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 wacht. Dat was uh, wat ze noemen redelijk teleurstellend. Hier heb ik uh, tabasco snoepjes. Met daarbij de beschrijving. Hey Rick, ik dacht er eigenlijk over om deze jellybeans zelf op te eten. Maar na één te hebben geproefd, heb ik besloten dat, ze, dat jij ze mag hebben. PS, gooi wel iets van 10. Uh, in je bek, want ze waren tegelijk in mijn mond. En zwaar goor en duur. Uh, nee, nee. Als je zelf wil zeggen dat het heel goor is. Ik ben graag een proefkonijn. Als jij me een partypopper geeft, ik steek hem af. Maar. Als je er al bij zegt dat het heel goor is. En dat ik het tien in mijn bek moet stoppen. Want dan krijg je nog een beetje waar voor je geld. Stop maar lekker zelf tien in je bek en maak er een vlog van. We hebben hier een. Uh, open mij, want ik ben een paasai. Dat ruimt. Hoe, Hoe moet ik hem openmaken? Hij is helemaal volop gepropt met plakband. Sorry dat ik trouwens zo agressief overkom nu. Ik heb geen woede jegens deze kijker. Als ik woede had, had ik gezegd... Ah, fuck it. Ik maak wel andere dingen open. Maar zeg maar, als je een fanmail stuurt... Ga alsjeblieft niet een doos vol met kipbouillon te houden. er mensen nog een geinige brief erin. Iets wat ergens op slaat. Ik maak alles open. Ik ben een goede gast. Maar sommige dingen zijn een beetje zonde van jou en mijn tijd. Probeer het Pasaai momenteel met al mijn mankrachten open te maken. Het probleem is alleen dat ik niet zoveel mankrachten heb. Ah, hebben! eens. Hierin zit. Uh, twee rolletjes pepermunt. Uh, ja. Nog een partypopper, tuurlijk. En een briefje met. Uh, gefeliciteerd, je hebt twee rolletjes pepermunt gevonden. Vier het met een partypopper. Oh, kut. Yay! En een grote teringzooi momenteel. Echt super bedankt weer. Woehoe! Ah, oh, ik hou echt van die geur. De geur, de lekkere geur van buskruidachtige troep. Verder heb ik hier trouwens nog een gezichtsmasker. Dit is wel een goede vlog in principe, of een goede praatvideo. Gezichtsmasker versus man. Misschien dat ik hier nog een gretig gebruik van ga maken. Verder heb ik een smerig biscuitje dat je niet op wilde eten, uh, een brief denk ik. Wow. Oh, er staat wel op lees eerst. Daar nou, zijn we een beetje laag mee, denk ik. Wat zit erin? Troep, waarschijnlijk. Zeg maar, het thema tot nu toe was best wel troep. Uh, en ik stel voor dat thema lekker verder te zetten. Het <laughs> hebben we voor moois. Hallo Rick, ik schrijf dit op pianomuziekpapier omdat ik te lui was om naar de printer te lopen. Ik hoorde dat je nieuwe fanmail nodig had en ik dacht het wordt eens tijd om Rick een doos afgeduimte troep te sturen. Ik merk het. Ik kijk video's al sinds een speciale link. Oké okay dan, uh, goeie tijden. Het is een YouTube-link naar even van mijn video's die ik niet ga overtypen. Ik zou het leuk vinden als je buiten je Minecraft, ik doe een watkraft en Minecraft map van een kijkerseries, ook nog iets van Minecraft Let's Play serie. De survival bedoelt hij, weer start. Ja, dat is eigenlijk geen goede zin, maar wat boeit het ook? Ik hou van je droge lullenhumor en je geniale tump, Nails en passende titels, of andersom. Ga zo door en ja, ga gewoon zo door. Sommige zinnen spreken al van zichzelf, oké? Okay? Anyway, ik wou even zeggen dat je voor mij de allergrappigste, allerbeste en allerbeste YouTuber bent. Twee keer de allerbeste. Maak deze doos maar open. Ik weet zeker dat je inhoud goed kan gebruiken. En dat je fanart leuk gaat vinden. Van je fan, een Stijn Visser, 14 jaar oud. Dankjewel, Stijn Visser, 14 jaar oud. Dankjewel voor dit stuk karton. En dat mijn hele kamer momenteel naar brand ruikt. Wow, Glow in the Dark Tattoos. Hier ga ik echt goed gebruik van maken. Ik zat te denken aan een hakenkruis op mijn voorhoofd. En dan naar feestjes gaan. Dus en je op de achtergrond geniet er in ieder geval met volle teugen van Glow in the Dark Tattoos, dames en heren. Het is een ding. Verder heb ik hier nog een pakje Liga. Of Sultana, sorry. Voor de kenners. Hier hebben we een Barclays Tasteful Intense Peppermint. Bevattende een aansteker. Uh, hij doet het niet, lol. Tenzij je hem weet te repareren. Nee, dat weet ik niet. Ik ben net zoveel over aanstekers repareren als jij. Misschien net iets meer, maar niet veel meer. Wel heb ik hier nog een koekje. Uh, hier staat niks op. Met twee piemels. Pickwick Double Green. Pickwick Cranberry. En dan houdt het ook alweer een beetje op. Nee, 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 nee. Er is nog meer. Er is nog meer. Bijvoorbeeld. Uh, dit. Lomme Warmer Pocket Heat Pad. Bedoeld voor de koude zomers in Nederland. Dit is maar zo'n ding. Die knak je dan en dan komt er warmte uit. Best wel coole dingetjes zijn dat. Een sleutelhanger. Met een auto erop. Of een, een raceauto en een kat Yay <laughs> Voor de mensen die nog steeds deze video niet hebben weggeklikt Nice Ik heb namelijk nog een uh, brief klaar liggen Ik dacht, ja stel, je vult hier geen uur mee Heb ik nog een paar extra briefjes Dit is een brief uh, voor mij, waarschijnlijk En die ga ik even openmaken Er zitten een heleboel briefjes weer in de brief En dat is uh, altijd gezellig Oké okay dan Komt hij dan, hè? Komt hij dan? Hoi Rick, hier is fanmail van mijn zusje, maar ik wou toch ook iets sturen, dus hier is iets. Het is dit briefje, meer niet. Veel plezier ermee en dan een, een klein atoombom. Een, een kleinschalig atoombom, oké okay dan. En hier is de brief dan van jouw zusje, gok ik. Zullen we die zetten, lekker gaan lezen, of niet dan? Hoi Rick, het is wel leuk. Hij is trouwens in meerdere kleuren, Voor als je houdt van meerdere kleuren. Verstuurd 5-4-2016. Dat is alweer een tijdje geleden. Maar hey, ik maak het open. Soms. Hey Rick, hier is een fanmail-postbrief. Ik heb een paar vragen voor je. Is het goed als ik die vraag? Ja? Mooi. Mag ik jouw Serpent Gameplay logo gebruiken voor telefoonhoesjes of stuur je dan je copyright-afdeling op me af? Ik ga er sowieso niks mee doen. Oorspronkelijk heb ik het al gestolen van Pokémon, dus. Als jij uh, een telefoonhoesje wil met mijn logo's erop, uh, prima. Zolang je ze maar niet gaat verkopen, dan ja, boeit het me ook eens nog vrij weinig. Maar op dat jij je er duizenden euro's aan verdient, geef me ook even duizenden euro dan. Regel we dat zo alweer. Um, wat voor drugs heb je ooit gebruikt? Liefde. Voornamelijk liefde. <laughs> Ga je ooit je haar een gek kleurverven? Ja. Ik heb uh, nog steeds een pot paarse haarverf hier staan. Is het erover na te denken om het te doen. Een beetje zomer vieren. Mijn vriendin zegt dat ze dan me gaat verlaten en niet meer met me over straat wil. Maar dat zien we dan wel weer. Uh, wat vind jij van tattoos slash piercings? Bij jezelf en of anderen? Ik vind ze aan de ene kant heel mooi. Maar aan de andere kant weet ik nog niet echt of ik ze zelf wil. Het ding is een beetje dat ik bang ben dat als ik een tattoo heb dat ik hem heel cool vind. En dan na een tijdje denk ik ja, saai. Ik ja, wist hem wel weer en ik wil een andere tattoo op diezelfde plek. Wordt het ook zo'n onhandig uh, ding ja ik wil in principe best een tattoo maar ik moet even iets perfects vinden van ik denk dit wil ik de rest van mijn leven hebben ik vind tattoo's in ieder geval heel mooi ik vind ze zeker niet lelijk ik hoef geen ding op mijn gezicht en zo ja, dat is mijn gezicht kijk je andere YouTubers ja ik kijk momenteel heel veel naar internet comment etiquette ik kijk uh, heel veel wetenschapsachtige kanalen koersgezaagd ik kijk ik kijk hier en daar wel eens een YouTube video is wat je probeert te zeggen wat vind je van tv ja, het is gewoon YouTube, maar dan met heel beperkte video's. Ik heb zoiets van, het internet, kun je gewoon een video in die maand. Kijken wat je wil, wanneer je wil. Op tv moet je helemaal om, o, om acht uur komt dit. Onhandig. Vind je, dat, uh, vind je dat wat Netflix doet mag? Voor een klein bedrag per maand al die films beschikbaar stellen? Uh, je doet net alsof Netflix het steelt. Uh, die film, Netflix betaalt de mensen van die films geld om hun film uit te zenden. Hè? Dat snap je. Want films downloaden mag niet, maar als je een tientje per maand betaalt, wel. Omdat Netflix dus andere filmdingen opkoopt. Er zijn heel veel series niet op Netflix, omdat Netflix die rechten niet koopt. Bewaar je al de fanmail? De leuke fanmail de dingen waar gewoon in staat. Rik, hier is poep. En die gooi ik gewoon met de poep in de prullenbak. Ik, anders is, ja, ik, ik zou het liefst alles bewaren, maar dat volume kan ik gewoon niet aan. Snap je? Dit waren eigenlijk de vragen wel. Ik hoop dat je ze wilt beantwoorden. Bedankt als je dat al hebt gedaan, als je dit leest. Als u wel. Hier gaan nog wat dingetjes verder. Um, hier zijn nog wat dingen die ik graag kwijt wil, nu ik ze toch in de brief, bij deze brief schrijf. Ik zou heel graag een taart voor je bakken, maar het lijkt me geen goed idee om die met de post te sturen. Dus als je ooit in de buurt van Spijkenisse bent, kom ik hem geven. Neem hem mee naar een fanmeeting, dan eten we hem samen op. En als er dan vergif in zit, jij mag beginnen met eten. Mijn favoriete series op dit kanaal zijn Plants vs. Zombies, Oldschool Flash Games, Far Cry Primal, Slash Jazz Punk en die video's waarin je dingen eet. Hé, hey, eten is chill, hè. Ik vond je streams ook heel leuk. Ik heb alleen geen Twitch-account. Ik weet dus niet of ik als kijker meetel. Maar al moet ik de volgende dag werken, ik blijf tot het einde. Dat is leuk, van die mensen die hardcore zijn. En je telt gewoon mee als kijker. Maar als je even een account aanmaakt, kan je meepraten. is wel zo gezellig. Ik hoop dat de poster met quotes snel uitkomt. Dan ga ik hem sowieso kopen. Ja, dan moet ik er even iets aan werken. Ik heb over een paar dagen vakantie. Dan kan ik even een dag lang quotes verzamelen en zo een poster drukken. Moet ik het alleen wel even doen? Dat was het wel zo'n beetje. Ik vind je filmpje super duper leuk. Groetjes. En kusje kusje kusje. Amy uit Spijkenissen. 17 jaar. Is goed, Amy. Dankjewel voor je grote berg aan spulletjes die hier door mijn kamer verstrooid liggen. Alle mensen die film hebben gestuurd, super bedankt. Persoon die mijn 3DS heeft gestuurd, extra super bedankt. Ik ga lekker Mario Kart 7 spelen, die ik heb. En ik heb Pokémon X en Y. En ik heb professor Layton. Ik ga dit lekker doen. En dan kan jij lekker zo jouw dingen doen, kijk er. jij voor het kijken op deze auto van de webmail. Stuur wat op als je daar zin in hebt. En dan ga ik gauw mijn bureau opruimen. Want het is één grote teringzooi. zooi. Dankjewel voor het kijken op deze aflevering. Tolle de van aflevering. Doei!